Het is live radio, dus Grim, je hebt het gewoon echt gewoon gedaan eigenlijk. Wel, ik had nog een lijst met een iets oudere lijst. En daarop stond nog een nummer van Mimi Smit. Heb je dat nummer ingetikt? Zo iets voor acht zo mevrouw Smit wakker gebeld waarschijnlijk. En je gelooft nooit wie er nu aan de telefoon hangt. Maar mevrouw Mimi Smit, goedemorgen mevrouw Smit. Hey, goedemorgen Sam. Oh, dag Mimi, sorry dat we je wakker gebeld hebben. Hopelijk... Dat is helemaal niet erg, ik was al wakker hoor. Ik ben altijd een bezige bij. Maar je klinkt nog altijd hetzelfde als 20 jaar geleden. Ja, dank je. Ja, wel kijk, ik blijf bezig en ik blijf mensen ontmoeten en bezig zijn en actief zijn en alles doen. Dus wat doe je dan eigenlijk? Een heleboel. maar niet meer in de media hoor. Ik schrijf niet meer of ik presenteer niet meer. Maar ik zit in verschillende clubs. Ik ga uitstappen maken naar musea en dingen waar ik vroeger allemaal geen tijd voor had. En dat is juist zo leuk. Ik ga steden bezoeken. Want weet je, dat is zo typisch. We gaan allemaal zo graag op reis en dan gaan we zo heel ver. En dan zijn er zo'n heleboel dingen eigenlijk in je eigen land die je nog niet gezien hebt. Ja. En dat ga ik nu allemaal doen. Binnenkort ga ik met een bevriend koppel gaan we naar Luik. Aha. Ik ben al in Luik geweest en zo, maar om nu echt te zeggen van, oh, ik ken Luik goed, nee, wel, dus dat gaan we nu eens doen. En zo doen we een heleboel van die dingen. Maar ook tof. Fantastisch, maar het is ook zo tof om je te horen vertellen. Ja. We lieten net een stukje horen, misschien kent u die sketch ook van Geert Oste, over de dioxinecrisis, en die deed dan een beetje parodie op wat u met Piet Huizentruid in de keuken gedaan had en zo allemaal. En toen zeiden, oh, hoe zou het nog zijn met mevrouw Smits? En kijk, u klinkt ongelooflijk jong zelfs nog. Dat is goed. En koken doe ik ook nog graag hoor, omdat je over lekker thuis spreekt. En ja, ik heb familie in Engeland waar ik dikwijls naartoe ga. Ik ben altijd op stap. Ik ben altijd bezig. En ik ontmoet veel mensen. En dat vind ik zo belangrijk, dat je nieuwsgierig blijft en dat je dingen wilt zien. Natuurlijk. Ik ga twee keer per week naar het zwembad en ik stap alle dagen met de hond. En... Top, te mooi om te werken. Hey, je bent mijn nieuwe voorbeeld, zo wil ik ook 76 worden. Oh. Wel, nu ga ik eens iets zeggen dat heel zelf ingenomen klinkt. Maar onlangs stond er een heel mooi artikel in het Nieuwsblad. En dat vond ik eigenlijk echt, dat was een hele toffe journalist en die heeft dat echt mooi gedaan. En ik kreeg een telefoontje van een dame die ik zelf niet kende. En die zei, u bent een rolmodel voor de dames van uw leeftijd. Wow. Dat vond ik wel mooi. Oh, schitterend. Ja, en nog één dingetje, want u bent natuurlijk lang bij VTM aan de slag geweest. En andere dingen in de media gedaan. Hebt u met Piet nog contact of is dat niet meer? Nee, helemaal niet. Nee. Och nee, maar dat gaat zo. Hè. De enige waarmee ik echt nog een heel leuk contact heb is Jude Porter. Huh? Oh, okay. Ja, we zijn onlangs nog gaan eten. Ja. En dat is degene waar ik nog het meeste contact mee heb. En af en toe hoor ik nog wel eens iets van Jan van Rompuy. Maar Jode Porter kan ik wel snappen. Zo, hè, ik ga nu ook met u babbelen. Ik zei dat net, maar ik moet nu toch u zeggen. U klinkt zo klassevol. En Jo is dat dan ook zo. Hè? Ik zie u alle twee al zo samen dineren. Zo heel netjes met de rug rechtop. En zo genieten van kwaliteitsvol eten. Ik zie jullie zo zitten. Ja, maar zeg, ik zak wel eens door hoor. Ik Mevrouw Mimi Smit, heel fijn dat u zo op de bots hebben kunnen opbellen en geniet van uw leven. U bent het goed aan het doen, hoor. Dank je. Fijne dag. Dank je voor de babbel. Heel dag. Bye-bye. Succes.